In Roosendaal zag een ondernemer zijn levenswerk in vlammen opgaan. Jarenlang werkte hij keihard om dat op te bouwen en binnen een paar uur werd het hem afgenomen. Een ondernemer uit Roosendaal heeft vandaag uw hulp nodig. Tot voor kort zat hier op de Jan-Frederik Vlekkenstraat in Roosendaal, op bedrijventerrein Majoppeveld Noord, een goedlopend autobedrijf. Al 25 jaar verhandelde de 53-jarige eigenaar hier samen met familieleden allerlei soorten auto's. Maar dat verandert in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 januari. De brandweer rukt met maar liefst 60 man uit in een poging het bedrijf te redden. Maar al snel krijgt de ondernemersfamilie slecht nieuws. Rond 6 uur 's ochtends is het vuur onder controle. Maar het pand en zo'n 80 auto's zijn volledig verwoest. Al snel wordt duidelijk dat de brand niet vanzelf is ontstaan. En daar weet deze scooterrijder mogelijk meer van. Rond 2:50 s'nachts, die 3 januari, parkeert hij aan de achterzijde van het autobedrijf. Zijn gezicht is bedekt met een rode bandana, maar het gaat zo te zien om een jonge man met een lichte huidskleur. Na wat gerommel bij zijn scooter zet hij zijn helm af en een petje op en blijft hij een tijdje in de buurt van het pand rondstruinen. En we zien hem meerdere keren in en uit deze grijze geparkeerde auto stappen. En dankzij een andere camera zien we dat hij rond 3:50, bijna een uur later, nog een keer verdwijnt bij het hek. Zo'n 2 minuten later duikt hij weer op en rijdt weg. Kort daarna begint rook zich te verspreiden. Al snel laait het vuur op het terrein op en grijpt verwoestend om zich heen. In die nacht van 2 op 3 januari is de eigenaar dus zijn hele onderneming kwijtgeraakt. En waarom is de vraag? De schade aan het bedrijfspand alleen al bedraagt 1 miljoen euro. Er moeten mensen zijn die meer weten over deze brandstichting. Of meer weten over die opvallende scooterrijder. Het kan haast niet anders dan dat hij betrokken is bij die brandstichting. Let ook even op de scooter, met voorop een windscherm. Misschien zegt de combinatie van de scooter en de man iemand iets. Om mensen net dat setje te geven om informatie te delen, looft de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer een beloning uit voor de gouden tip. Kijk nog even mee naar de bewakingsbeelden. Wie is deze scooterrijder? Een jonge man met een normaal postuur en een lichte huidskleur. Misschien herken je hem aan zijn donkere pufferjack en lichte broek. Of de rode bandana met witte print. Of misschien herkent iemand hem hier aan zijn wat opvallende loopje. Hij lijkt dunne benen te hebben. En ook zoeken wij de inzittenden van deze auto's die rond het tijdstip van de brand, dus 's nachts tussen 3 en 4 uur, reden op de Jan-Frederik Vlekkenstraat. Mogelijk hebben zij ook iets gezien. Alle informatie over deze brandstichting is welkom. Tippen kan via de opsporingstiplijn of anoniem via M. U kunt ook vertrouwelijk uw informatie delen via het TNI. Uw gegevens worden dan afgeschermd voor de politie, de verdachte en de officier van justitie. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.